Dames en heren, geachte leden van de Raad van Hardenberg, ik open de raadsvergadering van dinsdag 31 oktober. Ik heet u allen van harte welkom. En welkom geldt ook voor de mensen op de publieke tribune, de media hier volop vertegenwoordigd en ook de mensen die ons thuis beluisteren. En ik maak bij de opening melding van afwezigheid van mevrouw Kloekhorst, mevrouw Van Hoek, mevrouw Hof, de heer Jonkhans, de heer Bakhuis en de heer Van den Berg. En dan hebben we het compleet het verhaal. De vergadering is geopend. Actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Agenda punt 3. Vaststelling van de agenda van deze vergadering. Is er behoefte om de agenda te amenderen? Dat is ook niet het geval. Nee, ik merk de vergadering. De agenda is vastgesteld bij deze. Het spreekrecht bij de agendapunten. Daar hebben ze geen mensen gemeld om in te spreken, ook nu niet. Dat brengt ons bij agenda punt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 oktober jongstleden. Geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu heeft u geen op- of aanmerkingen. En daarmee is de besluitenlijst definitief vastgesteld. Aan de orde zijn de hamerstukken. En dat zijn er een aantal. Ik neem ze met u door. Er is natuurlijk een stemverklaring mogelijk, maar als u dat niet op tijd kenbaar maakt, dan hamer ik dat graag af. De geactualiseerde financiële verordening. Kunt u daarmee instemmen? Agenda punt 6. Dat is het geval. Algemene stemmen aangenomen in deze vergadering. Agenda punt 7. Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hardenberg Noordstegen de 52 Denemsvaart. U kunt daarmee ook instemmen. Akkoord. Agenda punt 8, vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Raden, Wijkerbeek, het deelgebied van het Vechtpark in Hardenberg. Daarmee kunt u ook instemmen, alle aanwezige raadsleden hier doen dat bij deze. Agenda punt 9, vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Hogeweg 3, woningen, 3 woningen, de Hogeweg. Akkoord, akkoord. Agenda punt 10, vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Hardenbergenweg 26, Brugt. U kunt daarmee instemmen. Dat is het geval. Akkoord, dank u wel. Agenda punt 11. De ingekomen stukken tot en met 17 oktober 2017. Ik ben het akkoord met de wijze van afdoening. Dat is het geval. Dan kom ik bij agenda punt 12. De rondvraag. Heeft u punten voor de rondvraag? Dat is niet het geval. Nou, de heer Stelpstra. Van alle kanten wordt naar u gewezen. Ja, nou ja, wij maken ons een beetje zorgen, want wij zien uw ambtsketting niet om. Je bent hem toch niet kwijt. Dat betekent dat wij de vergadering opnieuw over gaan doen. Maar dat wou ik u niet voorstellen. Maar u heeft het wel heel scherp opgemerkt. En het voelde al een beetje bloot. Dat kan ik u wel toegeven. Maar u bent hem niet kwijt. Ik ben hem niet kwijt. Sterker nog, hij ligt achter mij. Maar ik ben bewaar hem in de doos deze avond. Maar het is wel de eerste keer dat het gebeurt in ruim 6 jaar tijd. Dus neemt u mij niet kwalijk daarvoor. Als u wilt, dan doe ik de vergadering over. Dat is geen punt. U bent akkoord, begrijp ik. Geen punten voor de rondvraag. Agenda punt 13. Ik ga heel graag deze vergadering afsluiten met uw goedvinden. De vergadering is gesloten. Over 5 minuten door. Akkoord. De vergadering is gesloten. Ja. Wij zijn ook benieuwd wanneer u het rondje handen schudden gaat doen. Middag om 4 uur gebeurt.